Hier zie je al hoe mooi het licht er binnen schijnt. Maar dit wordt straks natuurlijk een pareltje als het helemaal klaar is. Maar je hebt hier nog een mooi doorzicht hoe prachtig dat atrium straks gaat zijn. En dit is natuurlijk wel een beetje de klapper en de showstopper. In 2022 opent het Schoenenkwartier op het Raadhuisplein in Waalwijk. Daar gaat het voormalig Leder- en Schoenenmuseum onder een nieuwe naam en met een geheel nieuw museaal concept de geschiedenis belichten en de toekomst glans geven. In 4 afleveringen kijken we mee hoe het Maaklab, het kenniscentrum en het museum tot stand komt. In deze aflevering zien we waar de architect zijn inspiratie vandaan haalde, hoe het nieuwe Schoenenkwartier er straks uit zal zien en hoe het verleden en de toekomst innig met elkaar verbonden zijn. Maar eerst naar Inge, die ons rondleidt door het oude museumpand. De verlichting is ook al heel oud, alle armaturen zijn oud en we kunnen heel veel lampen gewoon niet meer kopen, dus dat wordt wel steeds gezelliger donker. Het is een hele organisatie, want we zijn natuurlijk niet alleen maar een nieuw museum aan het maken, maar we moeten tegelijkertijd ook de verhuizing van alles wat we niet mee kunnen nemen naar het nieuwe museum, moeten we ook voorbereiden. En zoals je straks kunt zien in het depot, hebben we behoorlijk ruimtetekort, al jaren. Er zitten zo rond de 20.000, 21.000 objecten en daarvan gaat ongeveer 5% straks geëxposeerd worden. Dit is zo'n gave ruimte. Niels, het wordt nog wat als we deze gaan verplaatsen. Dan moeten we even kijken hoe we dit gaan doen. Het walkvat gaat ook mee. Die draait ook nog. En dit hele mechanisme moet afgebroken worden. Want dat hebben we straks gedeeltelijk weer nodig. Om het vat weer te laten draaien in de nieuwe tentoonstelling. En hij moet erin voordat er nieuwe muren in het nieuwe pand komen. Dus hij gaat erin als er volop gebouwd wordt, dus hij moet helemaal ingepakt worden. En hij moet hier dus uit, terwijl het hele pand nog vol staat. Voordat we het oude pand verder verkennen, is het goed om even de geschiedenis in te duiken. Want hoe zijn het museum en de stad Waalwijk eigenlijk aan elkaar verbonden? We horen het van wethouder John van den Hoven. Waalwijk is eigenlijk het centrum van vroeger uit van de schoenenleerindustrie. We hebben het hier altijd over DNA van Waalwijk, dat is schoen en leer. Dus het komt hier ook echt vandaan. En vanuit de productie vroeger, van een simpel schuurtje achter, tot ook de bedrijven die hier waren, leerlooierijen die hier waren. Er zijn heel veel inwoners hier die allemaal, ook van mijn leeftijd en nog jonger, die daar allemaal als ze terugkijken, allemaal mensen uit de schoen- en leerindustrie achter zich hebben, zeg maar, in de hele familielijn. En mensen komen nu ook met al die oude verhalen. Die oude verhalen zijn ook opgepikt door de inrichter. Die komen ook weer terug in een stuk historie in het museum. Ja, ik vind dat gewoon geweldig. En ik vind het ook mooi dat dat ook zo bewaard blijft. We zijn nu ook volop aan het bouwen, dat kun je hierachter zien. En ik ben enorm trots dat het nu gelukt is. En ook gaat lukken om die opening volgend jaar ook daadwerkelijk op de kaart te zetten voor Waalwijk. We willen die binnenstad gewoon echt een hele boost geven. Omdat we vinden dat er hier echt een voorzieningenniveau moet komen. Dat mensen het leuk vinden om hier te verblijven. Het museum is natuurlijk een hele grote trekpleister nu zometeen. Ik was heel erg blij met de partners die dus uiteindelijk uit een formele aanbestedingsronde zijn gekomen. Ze hebben allemaal hun eigen specialisme. Ze hebben ons in ieder geval overtuigd met hun presentatie en hun voorstelling van zaken. En je hebt hier ook natuurlijk een uitdaging. Hè? Bestaand pand. Je hebt geen nieuwbouwpand. Dus je kunt het niet ideaal allemaal van tevoren al weten. En dat maakt ook dat soms hele creatieve dingen die samenkomen tot nog een mooiere uitkomst leiden. En daar kan ik van genieten, dat vind ik echt heel mooi. Er wordt in het nieuwe pand al hard gewerkt om de visie van de architect te realiseren. Anouk kan hier van alles over vertellen. Ik loop even voor jullie uit en dan kun je zien dat hier kom je dus eigenlijk bij de balie aan. En dit is de ontvangstruimte. Dit hele stuk is toegankelijk voor iedereen. Dat wil zeggen dat je ook zonder museumkaartje hier terecht kan. We vinden het ook belangrijk, we zijn een museum voor iedereen. We zitten in een rijksmonument. Het is een collectie die van ons allemaal is. Dus we vinden het ook belangrijk dat mensen ook de toegang moeten krijgen daartoe. Dan lopen we via deze kant. Dan komen we hier bij het museumcafé uit. Dus je kunt hier ook inderdaad een kopje koffie drinken als je niet het museum ingaat. En hier krijgen we prachtige familiediners te zitten in de raampartijen. En dit is natuurlijk wel een beetje de klapper en de showstopper, want dit is de kiosk. En dit was van oudsher de muziekkiosk. Zie je straks vanuit buiten zie je ook nog het harpje staan. En hier kun je lekker in het zonnetje je krantje en
je kopje koffie nuttigen. Wat we hier in het museumcafé gaan doen is dat we vintage en moderne architectuur met elkaar gaan combineren in het kader van duurzaamheid. Die familie Dynabanken, die zijn ontworpen ook door de architect. En we zijn daar met een leerbedrijf mee bezig om daar traceable leather leren bekleding in te laten plaatsen. Zodat we eigenlijk het hele verhaal van duurzaamheid, leer, innovatie, leervervangers, het bewustzijn eigenlijk van hoe je met je erfgoed omgaat en hoe je met de omgeving omgaat en hoe duurzaam leer eigenlijk al dan niet is. Dat willen we eigenlijk in het hele pand eigenlijk helemaal toepassen. Dus dat komt ook in het museumcafé terecht. Ja, dit was hoe het eruit zag. Hè? Ja, dat is niet zo sexy. Op naar de tekentafel van architectenbureau Civic. Aan het monument zijn er een paar karakteristieke elementen. Je hebt die boogjes, die doorgangen. En die elementen hebben we natuurlijk behouden en gerespecteerd. Maar we hebben het ook een beetje gebruikt om de nieuwe dingen die we bedacht hebben, om daar inspiratie voor te bieden. Als je wilt kijken naar het nieuwe atrium, het plafond van het nieuwe atrium heeft ook boogjes die goed samengaan met de vorm van die bogen van het monument. Dus we hebben het oude gebouw heel erg als inspiratiebron gebruikt. Sommige mensen zijn snel een beetje moe van het museum. Die willen gewoon even een paar leuke dingen zien en dan lekker over doorpraten met een kopje koffie of zo. Andere mensen willen alles heel nauwkeurig bestuderen. Dus we hebben geprobeerd te bedenken dat het gebouw zo open mogelijk is. Dat je daar helemaal doorheen kunt dwalen eigenlijk. Daar hebben we ook om een beetje die geslotenheid van die gevel aan te passen. Daar hebben we voorgesteld om een aantal hele grote gaten te maken. Zodat je echt kunt zien vanaf hier wat er allemaal te doen is in het museum. En je ook die trap ziet daarachter en denkt, oh nou, dan ga ik daar eens kijken. Dit is het hart van het museum waar mensen elkaar weer kunnen ontmoeten na een museumbezoek. Maar ook dit atrium gebruiken voor eindexamenshows, voor vergaderingen, voor diners. Dus we zullen hier echt zorgen dat we altijd activiteit hebben. Nou, hier pakken we de trap die straks ook alle bezoekers naar de eerste verdieping leidt. Die is nog mooi beschermd. Die zit er al onder. Een hele mooie betonnen trap. Krijgt een prachtige leuning. Komt allemaal nog. En hier zie je hoe prachtig de oude architectuur uit de jaren 80. Wat allemaal systeemplafondjes waren. Allemaal kleine hokjes. Hoe dat door Civic is omgeturnd tot een totaal open structuur. Je ziet hier, ze hebben hier rondingen gezaagd in het grid, het gegoten betonnen grid van de jaren 80 architectuur. Het is dus later ingemetseld door de bouwvakkers hier nu. Ja, dat is echt een staaltje vakwerk. Dat is echt zo prachtig gedaan. Wat denk ik heel bijzonder is als je straks door het gebouw gaat, is vooral die materialen die gebruikt zijn. Het gebouw wordt hergebruikt en er wordt geen nieuwbouw gezet. Dat is al heel goed. Dan verspil je minder materialen. We hebben ook in bepaalde producten en materialen gebruikt die dat hergebruikt materiaal is. Maar ook een deel van de plafonds is gemaakt van gerecyclede colaflessen. En dat wordt dan een soort van viltachtig materiaal. De entreebalie met de bar van het café die is gemaakt van kalkhennep. Dat is een organisch product wat met een lijm en cement gemengd een hele mooie compacte natuurlijke bar geeft. En dat is best bijzonder. Dat is ook iets als je het aanraakt dan voelt het anders dan je gewend bent. En straks komt eigenlijk ook de fase waarin de hele tentoonstelling wordt gebouwd. En dan zie je pas echt hoe het gebouw werkt. Want ja, nu is het gebouw een lege huls als het dadelijk klaar is. Maar als dadelijk al die dingen waar het echt om gaat in staan, daar kijk ik ook heel erg naar uit. Dan wordt het pas echt het gebouw zoals het bedoeld is. Om zo'n mooie visie te realiseren moet er ontzettend veel worden voorbereid. Dit blijkt soms lastiger dan verwacht. Dat weet bijvoorbeeld Inge als geen ander. Klopt het? Nou, er zijn een paar dingen die ontbreken. Van de lijst ontbreken een paar dingen. Hele koeie hart voor meubelier. 6 vierkante meter, dus we moeten flink zimmer. Hier kan je toch niet zomaar over het hoofd zien? Nee, inderdaad. Ik zal ze elkaar in de is die, en er is niet die, die baarden, die had je al? Nee, die staat er maar bij. Dus. Ja. Oké. Okay. Carry on. Carry on. Keep calm. Carry on. Ik werk hier al zo lang en ik ben hier aan gewend. Maar het is wel ook wel een beetje haat-liefde verhouding. Want je weet gewoon, het is niet goed zoals het nu is. Het heeft te weinig informatie voor de bezoeker. Daar doen we het uiteindelijk voor. Je wil een verhaal vertellen aan de bezoeker. En je wil recht doen aan de objecten.
Aan de andere kant is het natuurlijk ook fantastisch dat je in ieder... Ik kom zelfs na 25 jaar nog nieuwe dingen tegen. Dingen die ik nooit eerder gezien heb of die me nooit eerder opgevallen zijn. Want omdat het zoveel is, je kan er gewoon jaren langs lopen zonder dat het je opvalt tot je het nodig hebt. Dus dat ga ik wel missen. Dat het straks toch... We weten straks van elk object in het nieuwe museum wat er staat en waar het staat. Want dat hebben we allemaal zelf uitgedacht. Ja. En verder, ja, aan alles komt een eind, toch? En we gaan er zo enorm op vooruit. In de volgende aflevering zien we hoe de tentoonstelling wordt samengesteld. Hoe unieke items een plek krijgen in het museum, de totstandkoming van de naam en de huisstijl worden gepresenteerd en hoe de oude machines die vroeger in de fabrieken stonden door de straten van Waalwijk getakeld worden.